Op Campus Waas kan je ook de professionele bachelor in facilitair management volgen. Een opleiding die uniek is in België. Ben je goed in organiseren en geef je graag leiding? Hou je van afwisseling, communiceer je graag met mensen? Dan is deze opleiding zeker iets voor jou. Dimitri Verbrake, oud-student, is medewerker op het facilitair servicepunt van AZ Nicolaas. Wel, mijn taak is eigenlijk, net als de andere medewerkers hier van de dienst, zoveel mogelijk service bieden aan de medewerkers. En wat houdt dat eigenlijk in? Elke organisatie heeft haar hoofdactiviteit. Een ziekenhuis verzorgt zieken, een school leidt leerlingen op, een autofabriek produceert auto's. Om die hoofdactiviteit vlot te laten verlopen, worden werknemers ondersteund door professioneel georganiseerde facilities, zoals catering, beveiliging, techniek, kantoorinrichting enzovoort. Als facility manager zorg je ervoor dat alles optimaal georganiseerd is, dat gebouwen goed onderhouden worden en dat werknemers in optimale omstandigheden kunnen werken. Bart van den Abele is facility assistant bij USG People, waar hij instaat voor de facilities in de interimkantoren. Mijn belangrijkste taakomschrijving is om de inrichting van de kantoren te doen. Daarnaast doen wij ook het technisch onderhoud, dus centrale verwarming en airco-toestellen. We hebben ook de vaste telefonie in beheer. We hebben een dikke 200 kantoren in België, dus wij hebben redelijk veel te doen. Daarnaast hou je je als facility manager ook bezig met het organiseren van evenementen in een organisatie. Een studiedag, een symposium, een tentoonstelling, een opendeurdag. Alles in een organisatie draait eigenlijk dankzij jou. Tijdens de opleiding krijg je afwisselend theorie, praktijk en stage. Veel docenten staan in het werkveld. Waarom zou je kiezen voor facility management? Frederik de Koene, derdejaars student FM, vat het mooi samen. Bij iemand die graag met mensen in contact komt, een heel variërende job wil hebben, dan zou ik toch zeker zeggen van ja, kies voor facility management. Het is altijd iets anders. Je kan na deze afstudierichting nog allerlei kanten uit. Het is een hele ruime waaier aan mogelijkheden. De vraag van de arbeidsmarkt naar professioneel geschoolde facility managers is groter dan het aantal afgestudeerden. Ook hier dus werk gegarandeerd. Ja.